Dag dames en heren, er staat een prachtig weekend op het programma met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en vrij veel ruimte voor de zon. Zondag wordt waarschijnlijk de warmste dag met misschien zelfs wel op een enkele plaats een zomerse 25 graden. Maar later op die dag zit er ook een weersverandering aan te komen. Dat zien we ook op de animatie. In eerste instantie draait de wind naar het zuiden en dat levert op zaterdag met name in de zuidelijke helft vrij veel zon op. Elders zou er nog wat hardnekkige bewolking kunnen voorkomen, maar dat lost vervolgens op. En zondag krijgt de zon overal geregeld ruimte. Maar vanuit Frankrijk nadert dan wel een buienstoring en die buien gaan ons in de loop van zondagmiddag en zondagavond bereiken. Nou, zaterdag wordt in ieder geval een prachtige dag. Er is geregeld ruimte voor de zon, met name in het midden en zuiden van het land. In het noorden en ook in deels het westen van het land kan nog wat meer laaghangende bewolking voorkomen die ook best lang blijft hangen, misschien wel tot halverwege de middag op sommige plaatsen. Daar wordt het dan niet veel warmer dan 18 of 19 graden, terwijl het in het zuidoosten, in de zon, 23 misschien wel al op een enkele plaats 24 graden kan worden. Daarbij staat niet al te veel wind uit een zuid- tot zuidoostelijke richting, meestal kracht 2, aan de kust af en toe even matig met windkracht 3. Zondag wordt het nog wat warmer. In het zuidoosten en oosten is mogelijk zelfs 25 graden op een enkele plaats haalbaar. In eerste instantie veel zon, maar later zien we vanuit het zuiden de bewolking langzaam toenemen. Daar vooruit ontstaan ook nog een paar losse stapelwolken en daaruit kunnen weer een paar buien ontstaan. Misschien in het zuidoosten ook wel met onweer. Dat zal vooral voor zondagavond bestemd zijn. Temperaturen tussen 22 en 25 graden dus en daarbij opnieuw niet al te veel wind. Nou, na het weekend gaat er wel het een en ander veranderen. De kans op buien blijft wel aanhouden. Bijna elke dag vallen er wel een paar exemplaren. Temperaturen op maandag nog rond de graad of 20. Maar de dagen daarna wordt het toch wel een stuk frisser. Met halverwege de week nog overdag temperaturen van amper 15 graden. En ook de nachten worden kouder met een graad of 9 aan het eind van de week. Ik wens u een goed weekend.